Zo ging het er vorige week zaterdag aan toe in Dolfinarium. En dat was even schrikken voor het publiek en de medewerkers. Nou, we zijn wel behoorlijk geschrokken. En vooral ons personeel, onze dieren die ook aanwezig waren. Maar we hebben ook na die tijd mensen gehad die ons nog gemaild hebben dat zelfs kinderen er nog nachtmerries van hebben gehad. We hebben dit om verschillende redenen gedaan. Juist nu, omdat er 8 dolfijnen, 2 zeeleeuwen en ook 2 walrussen worden verkocht aan China. Maar ook natuurlijk direct om de show stil te leggen dat er geen dierenleed plaatsvindt in Harderwijk. Peter Jansen is geen onbekende in de dierenactivistenwereld. Ze zijn net uit de gevangenis omdat hij brand heeft gesticht bij een eendenfokkerij in Ermelo. Ik baal ervan dat een veroordeeld dierenactivist die net weer vrij is na het in brand steken van een aantal vrachtwagens eigenlijk hier zo actie kan doen. En daar eigenlijk weer fluitend uit de deur loopt zonder boete of iets dergelijks. Ja, daar balen we wel van. Nou ja, als je een jaar lang je vrijheid ontnomen wordt, dan heb je juist het gevoel dat je de vrijheid voor anderen moet opeisen. En dat is wat ik eigenlijk wou met deze actie. En, zo waarschuwt Jansen, er zullen meer acties volgen. Ja, Dolfinarium is zeker gewaarschuwd. Zullen we ook niet eerder stoppen voordat de shows gestopt zijn en het park gesloten is. Als je ziet dat het Dolfinarium echt een omstreden park is in Harderwijk, al jarenlang onder vuur ligt, dan moet de dierenleed echt stoppen. Wij zijn hierop voorbereid, we hebben hier protocollen op, maar het is wel heel vervelend. En tegenhouden kunnen we het misschien niet, ook al zijn we er alert op. En ik hoop dat het niet meer gebeurt, want ik vind het ook geen goed verhaal naar de buitenwereld.